Ik geef altijd de tweede bal. De eerste bal wordt door iemand gepaast of verdedigd. En de tweede bal is voor de spelverdeler. En ja, ik mag dus kiezen wie de bal krijgt. Dat is dus het. Het leuke aan een setup geven is dat ik natuurlijk het spelletje kan bepalen. Want ik mag natuurlijk kiezen wie de bal krijgt en wie de bal gaat aanvallen. Dus ja, ik heb het eigenlijk helemaal in handen van hoe het spel gaat verlopen. Dus dat is het mooie van het vak, zeg maar. Als de paas of de verdediging bijvoorbeeld perfect op een net is, dan heb ik meestal alle opties. Dan is ook de eerste snelle middenaanval bijvoorbeeld beschikbaar. En kan ik alle vier de aanvallers kiezen. En soms is de paas of de verdediging wat verder van een net, dus dan krijg ik wat minder opties. Dan heb ik wat minder keuzes dus. En als de paas echt super slecht is, dan moet ik vooral heel erg achter een bal aanrennen. En dan heb ik meestal alleen maar als taak om dan de setup gewoon heel netjes te geven, zodat de aanvaller überhaupt nog een bal kan slaan. Als de paas komt, dan laat ik de bal in mijn handen vallen. En dan gaan mijn duimen eerst naar achter en dan strek ik ze daarna weer zo uit. Wij trainen vaak in de ochtend, bijvoorbeeld ochtendtraining, hebben we heel vaak techniektrainingen. Trainen we op de techniek, op de handen vooral heel veel. En in het spelvorm, in het 6 tegen 6, dan trainen we vaak in combinatie met de aanvallers om de afstemming perfect te krijgen. Het leuke is natuurlijk om vanuit echt een super slechte paas of slechte verdediging nog een super goede setup te maken. Dat de aanvaller echt nog alle hoeken kan slaan. Vaak gaat er niks doorheen en ga ik heel erg op gevoel af. Maar soms, ja, wanneer je best wel een belangrijke wedstrijd speelt of een belangrijk moment, heb je best wel wat stress. Dus ja, dan kun je best wel goed lang nadenken, zeg maar, over welke stap je geeft. En dan, ja, dan gaat er wel heel wat door je heen in een split second. Yeah.